Ja, hij verdwijnt maar niet uit de publiciteit, hè? Onze Mark Overmars, beste vrienden. Hebben jullie het alweer gelezen? Want ja, in België blijft hij maar gewoon in de kranten en op tv. Want ja, die Belgen die zijn helemaal niet zo blij natuurlijk, en dat begrijp ik, met zijn komst. En hoe komt dat nou allemaal, vrienden? Ja, dat zit hem gewoon in het feit dat onze Mark, en dat heb ik al eerder gezegd, die heeft sociaal een beetje wat mankementjes. Sociaal heeft hij de vaardigheden, zeg maar, van een bierelftal. Dat is Mark Overmars. Zijn antenne is ja, die batterijen die zijn al een hele tijd leeg en op. En dat konden we zien ook met die toestand met die vrouwen. Want ja, daar kun je ook al zien dat hij niet aanvoelt wat er dan wel en niet kan. En hoe dat daar zit en weet ik veel. En met het gevolg dat hij helemaal van de weg is geraakt. En dat hij in al die problemen is gekomen. Dus bij die vrouwen heb je het gezien. Maar nu heb je het ook weer gezien bij die terugkeer bij Antwerp. Want ieder ander zou denken bij zichzelf, nee, even niet, Mark. Even niet. Je bent in alle tv-programma's geweest. Je hebt overal op alle voorpagina's gestaan. Iedereen heeft je nu al ongeveer uitgelachen. Dus rustig aan, Mark. En dat heet, als je geschoren wordt, dan moet je heel erg stilzitten. En Mark, die werd dus uitgebreid geschoren. Maar ging niet stilzitten. Nee, die ging, hup, die dacht, ach, weet je. En dat kon je ook zien in zijn statement bij Ajax. Ja, weet je, er is wel wat gebeurd. Maar goed, ik heb daar wel een beetje spijt van. En het was allemaal niet zo goed. En dat zie ik nu ook wel in. En dat, weet je wel, zo. Hij zag gewoon niet dat hij helemaal fout zat. En dat kon je weer zien ook bij die persconferentie van Antwerp. Want ja, zoiets van, nou ja, er is wel wat aan gebeurd daar in Amsterdam. Maar ja, dat gaan we weer vergeten. We gaan weer vrolijk door. En vrienden, dit was het dan. Nee! Nee, Mark, zo werkt dat niet. Zo gaat dat niet. Als je zoals jij zo'n verschrikkelijke mispeer hebt, ja, dan kan je niet zomaar zeggen van, oh, nee, dan moet je minimaal op die eerste persconferentie iets uitgebreid sorry zeggen en uitgebreid erop ingaan en zeggen van, dat was helemaal daarnaast. Nee, dat heeft Mark niet gedaan. Dat komt omdat, nogmaals, sociaal is hij niet lenig. Hij ziet dat gewoon niet. Met het gevolg dat al die mensen in België, al die sponsors bij Antwerpen en noem het allemaal maar op, die werden allemaal boos. Die zeiden, ja, dit is allemaal veel te vroeg. En het is ook te vroeg. Mark, dit is te vroeg. Je had zeker nog 3/4 jaar of weet ik veel, lekker weg moeten blijven. Eventjes, even niet. En dan heel voorzichtig eens terugkomen. En dan, nee, Mark, hup. Na een maandje of twee, hup, dan kan hij wel weer. Nee, dat kan natuurlijk niet. En dus die Belgen die gaan stijgeren en die zeggen natuurlijk tegen het Antwerp, ja, hij moet minimaal zijn excuses maken en hij moet sorry zeggen. En nu staat er overal in de krant, ja, Mark Overmars die gaat sorry zeggen. Nou, dat schijnt er dus aan te komen. Maar ja, dat is natuurlijk, vrienden, dat weten jullie en dat weet ik, dat is natuurlijk een sorry van echt helemaal niks. Dat is alleen maar voor de sponsors om die tevreden te stellen. Mark Overmars voelt niet dat hij sorry moet zeggen. En Antwerpen zegt tegen hem, godsnaam, doe me onze lol. En ga even sorry zeggen. Dus binnenkort, of heeft het al gedaan, maar dat gaat dan gebeuren, dan gaan wij Mark zien die sorry zegt. En wij weten allemaal, hij meent er geen zak van.